Bij een spannende sollicitatie krijg je al gauw te maken met stress. Het hormoon adrenaline komt vrij. Je bloeddruk stijgt, net als je hartslag, en je bloed stroomt naar je spieren en je hersenen. Je staat helemaal op scherp. Daarna komt er ook nog cortisol vrij, het stresshormoon. Je bloedsuikerspiegel en je stofwisseling gaan in de overdrive. Een flinke stoot energie, helemaal gratis. Die baan kan je niet meer ontgaan. Als je weer buiten staat, voel je hoe de stress je lichaam verlaat. No spang. Stress wordt problematisch als de spanning te lang aanhoudt en je geen tijd hebt voor ontspanning. Dat kan komen door ruzies of een constante hoge werkdruk. Met als gevolg oververmoeidheid, hoofdpijn en het bekende korte lontje. Ook je immuunsysteem staat onder druk. Je bent gevoelig voor infecties, zoals een koortslip. En dan krijg je daar ook weer stress van. Wie geen stresskip wil worden, moet assertief zijn. Als de baas alweer met een berg werk aan komt zetten, moet je niet in een hoekje gaan zitten mokken. Nee, gelijk je mond open doen. Sorry baas, hier heb ik echt even geen tijd voor. Dan ben jij de stress, de baas. Dan krijgt de baas de stress.